Zoals jullie weten ben ik een groot fan van alle Marvel films. Ik heb al way back gereageerd op de trailer van Iron Man 1. Tony Stark. Now you work for me. Ik heb gereageerd op een trailer van The Avengers. If we can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. Ik heb gereageerd op een trailer van Thor Ragnarok. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. Ik heb gereageerd op de trailer van Avengers Infinity War. Destiny still arrives. En ik heb gereageerd op de trailer van The Marvels. Is this an Avengers test? En hier is mijn review van The Marvels. Hello. From a bird's eye view. This is a fight for our very existence. The world must die. The Marvels die is een soort vervolg op Captain Marvel, op Avengers Endgame, op WandaVision, op Miss Marvel, op Secret Invasion, op Hawkeye, op Thor Love and Thunder. Heb je Love and Thunder gezien? Nee. Behalve de Asgardians zijn de film Thor Love and Thunder. 7 verhaallijnen komen enigszins hier in elkaar in 1 gloednieuwe Marvel film. En dat is best wel cool om te zien. Few moments later. Oké, mijn laptop moest opnieuw opstarten met mijn aantekeningen van de Marvels erop. Dus ik heb in de tussentijd thee gehaald. We gaan het hebben over de cast van deze film. Deze film heeft een super goede cast. Met Tessa Thompson als Valkyrie. Brie Larson als Captain Marvel. Oh, sorry. Iemand zei iets over Captain Marvel. Samuel L. Jackson als Nick Fury. Hailee Steinfeld als Kate Bishop. Iman Valley als Miss Marvel. Ze hebben het ook met de cameo's echt goed gedaan. Een Beast erin, een Kate Bishop erin, een Valkyrie erin. Echt nice. En de film begint met het moment dat Nick Fury weer terug is in space. En daar spreekt hij weer af met Carol Danvers, met Captain Marvel. Carol Danvers, prodigal child of the Milky Way. Dan heb je een forgettable villain die Captain Marvel de Annihilator noemt. Captain Marvel. En dan wordt er een soort goedkope smoes gebruikt van Entangled Powers. Om naast de almachtige Captain Marvel in deze film ook nog Miss Marvel en Monica Rambeau te krijgen. En het is gewoon super grappig om ze dan te zien wisselen elk moment dat ze die powers gebruiken. So we switch places whenever we use them. En natuurlijk gaat er gedurende de film de hele tijd gaan er dingen mis met dat Entangled Powers. Met mensen die niet kunnen vliegen, die gaan vliegen. En al dat soort dingen. No. En in de film heb je een soort rare scène waarin katten mensen eten. Dat was echt best wel cool om te zien. What is going on? A bunch of cute space kittens gobble people up, but then they spit them out to safety, and that's they're heroes now. Hey. Verder duikt aan het halverwege de film eigenlijk duikt Valkyrie op uit Thor Love and Thunder. Dan ergens aan het eind van de film duikt Kate Bishop uit Hawkeye op. En helemaal in de post-credit scène krijg je dit. You are now in a reality parallel to your own, which is of course impossible. Kortom, het is een fun ride, deze film. Je zou kunnen zeggen, het is geen goede film. Maar je gaat erheen, je geniet van die film. Je kijkt 2 uur, hij is niet lang. Het is geen moeilijk verhaal, je komt er zo in. Je kan even lekker lachen, even lekker genieten. En je gaat daar weer weg en je denkt, nou, ik heb iets leuks, iets grappigs gekeken. Het is voor alle leeftijden, je kan er iedereen mee naartoe nemen. Ik wil niet zeggen, oh, wat een culinair hoogstandje deze film. Maar het is ook niet zo slecht als iedereen zegt. Het is de slechtste film in 15 jaar qua bioscoopopbrengsten. Dat is het gewoon niet waard. De film heeft een 5,8 op IMDb. En er is ook van iedereen die naar de film gaat, zegt 82% dat het exact was wat ze verwacht hadden. En dat vond ik echt super tof. Ik vond het zelf ook een hele leuke film. Ik wil niet zeggen per se zeggen het is een aanrader. Maar als je van Marvel houdt, dan vind je dit ook leuk. Dus toch een beetje een aanrader. En aangezien er zo meteen een top 10 volgt van de afgelopen 10 films die ik heb gezien in de bioscoop, gaat de film die ik langs geleden heb gezien eruit. Dat is in dit geval De Vuurlinie uit de 10e aflevering. En dan komt de film The Marvels in de top 10. Op 10 staat de film van vorige week net als in de film. Girl, ik herken jou bijna niet. Je bent een echte ster. Op 10 staat ook de film van vorige week, Five Nights at Freddy's. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes.
Op 8 staat Astolfo. Rudy Chagossier, l'improvise. Op 7 staat Happy Single. Oh, ze willen het er niet over hebben. Nou, op 6 staat The Expendables 4. To choose this life over friends, over family. Op 5 staat One True Loves. No matter what you do, you're gonna break somebody's heart. Op 4 staat The Killer. Keeps the inner voice from wandering. Op 3 staat The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Who do we know in Berwick-upon-Tweed? We don't. Op 2 staat de film van deze week, The Marvels. You took everything from me. And now I'm returning the favor. En op 1 staat nog steeds The Creator. This is a fight for our very existence. En aangezien ik afgelopen week weer een serie heb gekeken, zou ik ook graag jullie de top 10 willen geven van de afgelopen series die ik zelf thuis heb gekeken. Dus die komt nu. Op 10 staat The Clone Wars seizoen 2. Welcome Jedi, we've been expecting you. Op 9 staat Family Guy seizoen 18. Guy. Good. Good. Movement. Morning. Morning. Engelbert. Everyone. Everyone. Op 8 staat Family Guy seizoen 17. I'm gonna run for mayor. That's a terrible idea. You idiot, Brian. Op 7 staat Berlin seizoen 1. Well, we are in fact here to study our next heist. The biggest and most prestigious auction house in Paris. Op 6 staat Flik Rotterdam seizoen 7. Op 5 staat The Clone Wars seizoen 3. After our attack, the chances of peace will disappear. Op 4 staat Echo. Ik zag Echo afgelopen week, een gloednieuwe gory Marvel serie. Ik heb hem in 1 keer gebinged en ik vond hem best wel tof. Alleen, er zat ook nog wel wat meer potentie in. Dus kijk zelf even of je me gaat kijken. I was there for you! How could you betray me like this? Op 3 staat Brooklyn Nine-Nine, seizoen 8. This workplace is my family, was that not clear? Holt is my dad, you're my mean older sister, Amy's my mom. Op 2 staat House of Cards, seizoen 6. The reign of the middle-aged white man is over. You thought you got away with it all, Claire. En op 1 staat nog steeds, net als vorige week, Loki, seizoen 2. It's up to us. This place. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het niet hebben over 1 film, maar over 2 films. We gaan het hebben over Napoleon en we gaan het hebben over Killers of the Flower Moon. Dus wees er zeker bij volgende week. En dan zie ik jullie hopelijk dan weer vrijdag om 4 uur. Tot ziens, tot later.